In dit geval hebben we echt gezocht naar een product wat heel herkenbaar is, wat dicht bij de mensen staat, om de awareness eigenlijk, dus het bewustzijn bij de consument te kunnen brengen dat er een alternatief is. Breda Nu. Avans Hogeschool is bezig met het produceren van duurzame kerstballen. Hiervoor worden natuurlijke grondstoffen gebruikt en naalden van kerstbomen die de voorgaande jaren bij mensen thuis hebben gestaan. Momenteel zijn er ongeveer 8 bedrijfspartners die onder andere beoordelen of er marktkansen zijn. We werken in een onderzoeksproject op dit moment, waarin we proberen om een vorm van duurzame kerstversiering te ontwikkelen. Omdat kerst natuurlijk een heel bekend feest is wat door heel veel mensen wordt gevierd en wat eigenlijk ook een nadelig effect heeft. Namelijk dat wij heel veel bijvoorbeeld nieuwe kleren kopen, bijvoorbeeld een overvloedig kerstdiner houden, vrienden en familie opzoeken met kerst. Dus er wordt heel veel geconsumeerd en een van die dingen die we eigenlijk overconsumeren is kerstversiering. Ieder jaar of om de zoveel jaar moet er een hele nieuwe kleur in de kerstboom. Allemaal modegevoelig, trendgevoelig. En wij denken eigenlijk dat wij door het produceren of het ontwikkelen van een stukje duurzame kerstversiering die overvloedige consumptie een stukje kunnen voorkomen. In dit geval hebben we echt gezocht naar een product wat heel herkenbaar is, wat dicht bij de mensen staat, om de awareness eigenlijk, dus het bewustzijn bij de consument te kunnen brengen dat er een alternatief is. Wij testen verschillende soorten biobased grondstoffen, biobased plastics, ofwel biopolymeren, die allemaal hun eigen eigenschappen hebben, qua hoe het voelt, hoe het eruit ziet, hoe sterk het is. En daar mengen we de naalden van de kerstbomen doorheen. En die naalden hebben natuurlijk invloed op hoe het product uiteindelijk, hoe de grondstof eruit komt te zien. De grondstof bepaalt of de bal gaat glanzen of mat wordt of goed gekleurd kan worden. Die naalden die hebben invloed op hoe sterk de bal is, of die gaat vervormen of die makkelijk breekt of kapot gaat. En door dat te testen in verschillende verhoudingen en met verschillende recepten eigenlijk van je eindproduct, kun je kijken wat het beste materiaaltechnisch het beste is. En daarnaast testen we met verschillende kleuren. Omdat het natuurlijk een product is wat uiteindelijk bij een consument terecht zou moeten komen. Dus kleur is iets wat ook, dus de esthetiek van de bal, dus hoe de bal er uiteindelijk uit komt te zien, is ook belangrijk. We begonnen met alleen het idee, we zijn nu zover gekomen dat we daadwerkelijk dadelijk 4 verschillende kerstballen hebben. Van 4 verschillende basisgrondstoffen en in 4 verschillende kleuren. We doen daar een duurzame verpakking om. Ook in de verpakking, in het karton van de verpakking, zijn vezels verwerkt van in dit geval olifantsgras of miscanthus. Wat eigenlijk hetzelfde doet als in de kerstbal. Dus je gebruikt natuurlijke grondstoffen om iets te maken in plaats van fossiele grondstoffen.